En dat is ondertussen ook de tijden van de vorige week, waar ze een aantal persoonlijke records zijn gelopen. Dat was het geval. Ze tellen de kaptoer, de ja. Na de spiershuur was het even moeilijk mentaal, maar we hebben vrij snel de knop kunnen omdraaien en ik redelijk snel terug begin kunnen doortrainen op training. En mentaal was dat alles wel vrij snor meteen en ik denk dat dat mij wel hoop neemt in het begin. En de training verliep de laatste weken heel vlot. Ik denk dat dat een beetje het resultaat is vandaag, dat dat al redelijk goed vooruit ging. Ja, je verbetert jezelf met bijna misschien zelfs meer dan een half seconde. Is daar een exacte verklaring voor wat je hebt door die hamstring ook wel een bepaalde periode moeten stilleggen? Ja, ik heb wel even moeten rust nemen. En misschien dat dat wel net een voordeel is geweest na een zwaar indoorseizoen voor mij. En ook, het is natuurlijk wel 2 jaar geleden dat ik terug een 400 auto heb gelopen na de corona. Dus dat is wel een positief iets dat ik terug die tijd kan neerzetten, zeker na die lange periode. Dus best tevreden. Denk je dat we nu nog veel progressie maar zitten? De omstandigheden vandaag die zijn heel goed. Die zijn afgelegd. Maar denk je dat we snellere tijden aankomen? Als ik kijk naar vorig jaar, is mijn eerste altijd mijn traagste eigenlijk. Dus ik hoop dat dat wel terug hetzelfde is, een beetje dat die tijd er nog wat afgaat naar het Belgisch kampioenschap. Dus dat gaan we zien. We zijn goed aan het trainen, we gaan proberen zo door te doen. En hopelijk kan het wel nog sneller gaan. Uiteindelijk is dat nog altijd mijn doel geweest, ook vanaf dat de winterseizoen is gestart. En denk, wat we gezien hebben op de World Rally Race, heeft dat mij mentaal alleen maar denk ik, wel sterker gemaakt dat dat wel echt kan. En dat dat nu nog een stapje dichterbij komt inderdaad. Wat heb jij de komende weken nodig om nog sneller te kunnen gaan? Goh, ik denk dat ik wel nog misschien wat snelheid kan gebruiken. De weerstand zit vrij goed uit, zo denk ik ook. Dus ik hoop nog een beetje op die snelheid wat progressie te boeken. En dat het dan nog helpt naar een snellere tijd. Dat was het. Met dat jij en tot de volgende. Dank u wel, merci.